Vandaag gaan we het hebben over de mapchanges die zijn gekomen bij de V16.40 update. Maar voordat we gaan beginnen wil ik je natuurlijk eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de, zullen we zeggen, 1300 likes halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de veel gevraagd met dat belletje aan. En even een shout-out naar Maxime, want hij heeft de Double Agent Hush gekocht met de supporter creator code te veel gevraagd. Hashtag ad. En even een shout-out naar jou. En als jij nou ook in de video wil komen, net als Maxime, zorg er dan even voor dat je een screenshot van jouw aankoop, of dat je de supporter creator code hebt ingevuld. Stuur er een screenshot van naar onze Instagram, @teveelgevraagd in DM. En wie weet kom je dan in de video bij mij of Matthijs. Ja, we gaan het dus hebben over de mapchanges die zijn gekomen bij de V16.40 update. En als je de updates video zelf nog niet gezien hebt van de V16.40 update, klik dan even op het i'tje, want daar vertel ik alles over wat er nou in zit qua leaks en al die dingen. Het is een best wel interessante video, vind ik zelf. Dus als je die video niet gezien hebt, ga die dan eerst even kijken en daarna deze. Want we gaan het nu echt alleen over de mapchanges hebben. Weet je wat, laten we gewoon meteen beginnen met het eerste ding. En dat heeft alles te maken met een nieuw eilandje. We hebben gewoon een nieuw eilandje gekregen. Zoals je hier kan zien, het is het Oro-eiland, wat we al een beetje voorspeld hadden natuurlijk, hè, door de naam van het eiland. Die heette namelijk al Oro-eiland. En nu zien we toch ook echt dat het af is. En er is wat bijzonders gaande op dit eiland. Namelijk, als je hier naar binnen gaat, dan zie je hier de female Oro staan. Of de Queen Oro, hoe je haar ook wil noemen. Maar er is nog wat bijzonders, namelijk deze gouden scar. Deze gouden scar ligt hier altijd. Je kan hem altijd pakken. Alleen als je hem pakt, dan wordt deze mevrouw heel erg boos op je. En die doet er alles aan om jou te vermoorden. Het is ook niet heel makkelijk om haar te killen. Dus ik zou zeggen, als je hem dan al pakt, zorg er dan in ieder geval voor dat je zo snel mogelijk wegrent. Want geloof me, je wil niet door deze vrouw gepakt worden. Dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. Voor de rest ligt hier niet heel veel loot, is mij opgevallen. Ik kon niet echt veel chesten vinden. Wel wat losse items die op de grond liggen. Maar over het algemeen is er niet heel veel te vinden. Volgens mij is hier wel nog ergens een rift. Die kon ik niet vinden in de game waar ik hier waar ik dus nu in zit van replay mode. Maar volgens mij zit er een rift die ervoor zorgt dat je snel weg kan hier. Dus als je weg wil, zorg ervoor dat je de rift pakt. Want dan ben je zo snel mogelijk weg. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dat is namelijk de Batman Hut. Is daar nog wat veranderd? We gaan gewoon even kijken. Het is hier een stukje verderop met een klein stukje vliegje daarvoor. Maar de Batman Hut, ja, ik kan je alvast verklappen. Die is vrijwel niet veranderd. Het is nog steeds een hele interessante plek om naartoe te gaan. Ik bedoel, we hebben nog steeds dit bord hier. We hebben hier nog steeds de Batarangs. Volgens mij hebben die Batarangs nog steeds niet teruggekregen. Dus dat kan altijd nog gebeuren. Maar voor de rest is hier niet heel veel veranderd. Ook al had ik wel verwacht dat hier een map change zou komen. Het is helaas niet gebeurd. Dus ik dacht, ik geef jullie even de update. Trouwens, deze klok, wel een kleine fun fact, die werkt in het echt ook. Als je in-game naar deze klok gaat, dan staat hij, als het goed is, ook daadwerkelijk op de tijd dat het op dat moment is. Dus dat is wel even een kleine easter egg. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En dit is misschien wel de meest interessante map change van de hele, van allemaal. Het is namelijk een kapotte telescoop. Deze kapotte telescoop kan je op 7 verschillende plekken vinden over de hele map. Jullie zien nu een kaart in beeld van al die 7 plekken. En dit is er eentje van. En wat je moet doen is deze moet je binnenkort fixen voor een challenge. Volgens mij kan je dit nog niet in de game vinden op het moment dat ik het opneem. Maar het is in ieder geval wel een hele bijzondere telescoop. En er zit dus een hele storyline achter met Bunker Jonesy. En die telescopen kijken naar de lucht. Er schijnt dan ook iets aan te komen uit in de lucht. Maar wat, dat weten we op dit moment nog niet. Maar deze telescoop moeten we in ieder geval in de gaten gaan houden. Want er gaat in ieder geval wat mee gebeuren. Of tenminste, je moet er iets mee doen. Er zijn er dus 7 van. Dat is wel even grappig, want de 7, het is weer een referentie daarnaartoe. Ik vind het gewoon grappig dat Epic Games dit soort dingen doet. Maar ik wil je later in de video nog op terugkomen wat het allemaal betekent en wat we hiervan kunnen gaan verwachten. Want het is een hele storyline die eromheen gebouwd is. Dan wil ik nog even naar een plekje waar we vroeger heel vaak kwamen. Dat is namelijk deze hut. Maar ik wil niet per se naar deze hut toe. Trouwens, hij lijkt nog steeds niet helemaal afgemaakt, deze Big Shots restaurant. Maar hierboven
staat nog steeds een truck. Deze staat hier al super lang. En ik vraag me af wanneer Epic Games hier wat mee gaat doen. Want hier is hier dus een crash geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat er allemaal dingen naar beneden vielen. Allemaal stoelen. Maar er is al een aantal weken niet zoveel meer gebeurd met deze truck en met dit huis. Dus gaat hier binnenkort nog wat gebeuren? Of is deze storyline voorbij? Ik denk eerlijk gezegd niet dat de storyline voorbij is. Dus we moeten dit ook maar even in de gaten gaan houden. Want misschien dat hier binnenkort nog wat gaat gebeuren. Dan gaan we door naar een andere locatie die we al een tijdje in de gaten houden. Je ziet hem daar aan de verte al. Het is namelijk de Sheriff's Hut, of hoe je het ook wil noemen. Hier zit natuurlijk een Deadshot. En hij heeft hier zijn eigen gevangenisje. Als je hier naar binnen gaat, dan zie je het meteen al. Er zitten allemaal gnomes. En jawel, er zijn nu veel meer gnomes dan de vorige keer dat we er waren. Er zijn er nu hier 4 en dan zijn er hier nog een keer 4. Er zijn nu 8 gnomes opgesloten. En ik weet zeker dat de andere gnomes dit niet leuk vinden. Ik weet vrijwel 100% zeker dat de gnomes... trouwens, deze gnomes zitten in een pot. Oh, wauw. En deze gnome is nog steeds aan het kijken naar het slotje. Dat blijf ik interessant vinden. Wat is hier gaande? Even kijken. Ja, eentje is gewoon naar buiten aan het kijken. En deze zit op een stoel. En deze ligt nog steeds op bed. Dus ja, de gnomes. Het ziet eruit dat er wat gaat gebeuren. Volgens mij zijn er nog geen andere gnomes in de buurt. Er is hier een klein wc'tje, lijkt het op. Maar voor de rest is er nog niet veel gaande. Maar het is in ieder geval weer een update geweest. Dus ook dit moeten we weer eventjes in de gaten blijven houden. Gaan we door naar de Spire. Ja, je ziet hem weer in de achtergrond. Is hier wat veranderd? Want het is alweer de ene laatste update van dit seizoen. En ik kan je alvast verklappen. Nee, er is niet zoveel veranderd. Het is nog steeds een bol die aan het gloeien is. En voor de rest gebeurt er eigenlijk niet heel erg veel. We moeten dit in de gaten blijven houden. Want de Spire is gewoon een heel erg interessant ding in dit seizoen. Dus ik ga je verder ook met rust laten. Want er valt geen zinnig woord verder over te zeggen. Dan nog één ding is de minimap. Ik had het er gisteren al over in de update video. Je ziet hier namelijk dat de kleuren van de Primal Zone niet echt veranderd is. Tenminste, het valt niet op. Maar in de minimap die je nu ziet, daar is het wel veranderd. Alweer. Ik heb geen idee waarom de Epic Games dit blijft doen. Maar... Het lijkt alsof het een reden heeft. Het lijkt erop. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, de Spire Zone, of hoe je deze regio ook wil noemen. Die blijft een klein beetje evalueren. Ook al lijkt het in de game niet zo. En nog helemaal deze tak. Want deze tak heeft nog steeds een andere kleur dan de rest van de Spire Zone. Dus we moeten het maar in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor de barricades. Volgens mij is er niks veranderd qua barricades. En je zou denken dat daar nog wat moet gebeuren. Maar ja, er gebeurt niks. Dus ik heb geen idee wat Epic Games hiermee wil, zoals deze barricade. Maar er moet toch een keertje wat gaan gebeuren, lijkt mij zo. Dames en heren, dit was alweer alles wat ik te vertellen had over de map changes. Ik hoop dat jullie de video tof vonden. Nogmaals, als je dat vond, drop even die like. Kunnen wij die 1300 likes halen? Ik zou het echt wel tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de veelgevraagd met dat belletje aan. En even een shout-out nogmaals naar Maxime en iedereen die de supporter creditcode veelgevraagd invult. En klik even op de video's op het hele beeld. Het was heel erg veel deze outro. Maar bedankt voor het kijken en peace out. Doei!